Hallo en welkom bij deze leuke online workshop waar we met de rondbreimolens deze ontzettend leuke kerstmutsjes gaan maken. Deze kerstmutsjes die kan je cadeau geven aan andere mensen. Je kan ze in je eigen kerstboom hangen. Je kan ze leuk op tafel zetten als decoratie bij het kerstdiner. Je kan ze als eierwarmer gebruiken bij je kerstontbijt. Deze zijn in een half uur te maken. Inclusief pompoentje. En je mag zelf weten welk garen je gebruikt natuurlijk. Het kan zijn dat je ergens woont, heel ergens aan de andere kant van de wereld. Ja, daar hebben ze geen zeeman. Daar hebben ze andere garen. Dus je bent helemaal vrij om te gebruiken wat jij wil. Dus wat hebben we allemaal nodig? 3 kleuren garen natuurlijk. Maar je bent dus vrij om je eigen garen te kiezen. Optioneel een pompoenmaker. Of een apparaatje wat je kan helpen met het maken van een pompoen. Maar als je die niet hebt, is er niks aan de hand. Want dan gebruiken we gewoon een vork. Ik laat direct na deze introductie zien hoe we met de vork een pompoen kunnen maken. Je hebt natuurlijk een breimolen nodig met 22 naalden. En een naald die je bij je breimolens hebt gekregen. En die gebruiken we. En voor de rest, het is geen speelgoed. En dit is één leuk item met de breimolens uit een hele serie van kerstaccessoires. Kijk op mijn playlists voor meer hele leuke gratis workshops. Dus laten we snel beginnen met het maken van een pompoentje. Hoe maak je nou zo'n pompoentje wat je op je leuke kerstdecoraties die je met de breimolen hebt gemaakt kan vastzetten? Als je geen pompoenmaker hebt, dan kan je een vork gebruiken. Gewoon een vork uit de keukenla heb je nodig en een scherp schaartje. En verder heb je nodig garen. Je kan garen gebruiken in iedere kleur die je wil. 1 draad tegelijk, meerdere draden tegelijk van verschillende kleuren of van dezelfde kleuren. Eerst ga je van 1 draad 2 keer de lengte van de vork afknippen. Dus je knipt 1 draad af die 2 keer de lengte van de vork heeft. Vervolgens haal je die draad tussen de tweede en de derde tand van je vork door. Zorg dat ze een beetje gelijk hangen. En je houdt de draad vast met je hand. En dan neem je de draad of draden waarmee je de pompoen wil gaan maken. Ik gebruik 3 draden. En die ga ik vervolgens om de tanden van de vork heen binden. Dus niet om dat gesloten stukje, maar om de tanden. Netjes naast elkaar, van links naar rechts, tot je ongeveer een vierkantje hebt bereikt. Dit is ongeveer een vierkantje, net zo breed als hoog. En als je dat hebt bereikt, dan ga je weer terug naar links winden. En als je aan het eind bent, dan ga je weer naar rechts winden. En nog een keertje naar links. En dat herhaal je totdat je denkt ik vind het wel mooi zo. Als je dat punt hebt bereikt dat je denkt dat je wel genoeg hebt, dan neem je die 2 draden en die sla je of van de ene kant naar de andere kant tussen diezelfde ruimte tussen de tweede en de derde tand door. En vervolgens neem je de draad die aan deze kant hangt. En dan leg je een hele strakke knoop in die draad. Soms is het handig om iemand bij de hand te hebben die even zijn of haar vinger op dit knoopje kan leggen.
Maar ondertussen lukt me dat zo ook wel. Het is belangrijk dat je deze draden niet afknipt. Je mag wel de draden afknippen die je hebt gebonden. En dan gaan we nu met dat vlijmscherpe schaartje. Dit zijn de begindraadjes, die mag je er ook afknippen. En dan gaan we nu met dat vlijmscherpe schaartje langs de vork. Je steekt je schaartje onder het garen. En dan knip je langs de vork alle draadjes door. Wees er zeker van dat je alle draadjes doorknipt. En dan draai je hem om. Kijk uit dat je deze niet afknipt. En vervolgens ga je weer langs die tanden die draadjes doorknippen. Als je alle draadjes hebt doorgeknipt, dan schuif je heel simpel het pomponje van de vork. Je schudt er even mee. Je knipt nog een beetje bij. En je pomponje is klaar om gemonteerd te worden op een van je leuke kerstdecoraties. Dus leg hem even apart en dan gaan we snel verder met het breien van de decoratie. We beginnen dit mutsje door op te zetten met wit. We draaien de molen naar de eerste gekleurde naald die je tegenkomt. Vervolgens hang je een staartje van je draad ongeveer de breedte van je machine naar binnen. En je gaat van rechts naar links onder die gekleurde naald door. Op die manier haak je de draad onder dat naaldje. Vervolgens ga je heel rustig draaien en dan gaan we zigzag voorlangs en achterlangs iedere naald die omhoog komt. Dus deze naald komt nu omhoog, gaan we achterlangs. Volgende gaan we voorlangs. Dan gaat automatisch de draad onder het haakje. Achterlangs, voorlangs, achterlangs, voorlangs, achterlangs. Doe dat los, niet te los, maar ook niet te vast, want te vast dat is niet goed voor je machine. Hier moet je een beetje gevoel voor krijgen. In ieder geval, als je helemaal rond bent, dan eindig je bij de naald voor de gekleurde naald aan de achterkant. Vervolgens leg je de draad in je draadgeleider. En dan gaan we breien. We moeten 31 toeren met wit breien. Waar moet je nou op letten als je gaat breien? Dat bij iedere naald die omhoog komt, het lusje netjes naar beneden zit. Als dat niet zo is, dan moet je dat eventjes aanpassen. Dus het moet netjes naar beneden zitten, om die twee pingnetjes heen. Bij de tweede naald zit geen lus eromheen, want we hebben gezichtzacht. Bij de derde naald wel. Nou, dan kan je gewoon draaien. Dit is je eerste toer. En dan bij de tweede toer zit om iedere naald een lus en die moet dan netjes naar beneden zitten. En zo ga je rustig breien. 31 toeren. Iedere keer als de gekleurde naald langskomt, dan heb je een toer gebreid. 31 toeren. Dat is zo gebeurd.
Zit je er een toertje naast, heb je er eentje meer. Niks aan de hand. Helemaal niks aan de hand. Het is geen exacte wetenschap. Het is geen maatpak wat we maken. We zijn bezig om met veel plezier leuke dingen te maken. Knip je draadje af. Ik zeg altijd lang genoeg dat hij tot de overkant past. En dan vervolgens leg je hem naar binnen. Tussen de laatste en de eerste naald in. Dus tussenin. Vervolgens pakken we groen. Die leggen we ook naar binnen. Ongeveer de lengte van de doorsnee van het apparaatje. Die leg je ook weer in je draadgeleider. En ook tussen de laatste en de eerste naald in. Dus er zitten hier twee draden tussen de laatste en de eerste naald in. De laatste naald breidt nog de witte en de eerste naald breidt nu groen. En we gaan twee toeren groen breien. Let goed op bij de kleurwisseling dat de lusjes naar beneden zitten. En dan stop je weer als de gekleurde naald voor je draadinvoer staat. Je knipt de draad weer af. Leg hem weer naar binnen tussen de laatste en de eerste naald. En dan gaan we verder met rood. De rode draad die leg je weer in je invoer. Tussen dezelfde twee naalden als waar je net groen in had. En vervolgens let je op dat alle lusjes naar beneden zitten. En draai je twee rondjes met rood. Als je na twee rondjes de naald weer voor hebt staan, knip je je draad weer af. Leg je hem weer naar binnen, tussen de laatste en de eerste naald in. En dan gaan we verder met wit. Die leg je ook weer tussen de laatste en de eerste naald naar binnen. Let op dat alle lusjes naar beneden zijn. En draai twee rondjes met wit. Als je twee rondjes met wit hebt gedraaid, dan ga je weer kleur wisselen. En dan gaan we weer naar groen. Daar gaan we ook weer twee rondjes mee draaien. Naar groen gaan we weer naar rood. Daar draaien we ook weer twee rondjes mee. Naar rood gaan we voor de laatste keer naar wit. Daar draaien we ook weer twee rondjes mee. Ook weer ons draadje af. En dan gaan we naar de laatste kleurwissel. Dan gaan we weer naar groen. En als je heel enthousiast bent, die knippen we op een andere manier af zometeen. Dus niet gelijk afknippen als je twee rondjes hebt gedaan. Twee rondjes groen. En dan zijn we klaar met breien. Nu haal je de draad uit de invoer. En we gaan hem nu afknippen om af te hechten. En dat moet hij langer voor zijn. En daarvoor slaan we eigenlijk, we wikkelen hem één keer om de machine. En dan een klein beetje meer knippen we hem af. En vervolgens zorg ervoor dat hij onder de laatste naald doorloopt. Vervolgens ga je verder draaien. Dat is eng, maar er gebeurt niks. Let vooral op dat alle lusjes hier naar beneden zijn.
En dan draai je door totdat al die losse draadjes tegenover je zitten. Dit is nog steeds je werkdraad. Die leg je even naar buiten. Belangrijke regel. Trek niks omhoog, want dan kunnen we opnieuw beginnen. We gaan nu al deze paren, dit zijn paren met draadjes, gaan we aan elkaar knopen. We beginnen bij de bovenste. Dus niet je werkdraad nemen. Maar het eerste paar draadjes, die moeten groen en wit zijn als je mijn kleuren hebt gevolgd. En die doe je redelijk strak aan elkaar knopen. Ik gebruik altijd 3 knoopjes. Een kleine afwijking. De volgende 2 draden zijn wit en rood. Die knoop je ook een beetje stevig aan elkaar. Het volgende paar is rood en wit. Knoop je ook weer aan elkaar. Het paar daaronder is wit en groen. Daaronder is het paar wit en rood. En dan hebben we nog een paar rood en groen. En het laatste paar is groen en wit. Nou, vervolgens pak je al die draadjes even bij elkaar. Niet je werkdraad, die laat je eruit hangen. En die knip je af op ongeveer 2 centimeter. Niet je werkdraad, hè? Die hangt gewoon nog netjes te hangen. Nou, vervolgens draai je nog een klein stukje verder. Tot je laatst gebreide steek, waar die werkdraad in zit, ongeveer op 10:15 staat, zoals we dat noemen. Vervolgens doe je die werkdraad in je naald. En dan gaan we nu afhechten. Waar die draad uitkomt is je laatst gebreide steek. En de volgende steek die gaan we opnemen. Dat doen we door het puntje tussen die 2 dingetjes te steken. En alleen maar de draad ervan af te vloeken op je naald. Niet je werk omhoog trekken, maar rustig je naald met de draad door die lus trekken. Nou, dan ga je de volgende. Dan ga je datzelfde bij doen. De volgende ga je dat ook bij doen. Die ga je dat ook bij doen. En die doe je dat ook bij. En dan gaan we weer een stukje verder draaien. Let goed op dat hier alle lussen naar beneden zitten. Vooral die van de laatste steek. Als die hier zit, dan ga je hier weer rustig verder met de steekjes opnemen. Omdat de spanning er nu van af is, kan je meerdere steken achter elkaar opnemen. En dan draai je weer een stukje verder. Waarom doe ik dat nou steeds? Omdat van links naar rechts de lusjes opnemen is makkelijker dan dat ik ze zo moet gaan opnemen. Dus je kan gewoon steeds een stukje verder draaien en dan is dat niet heel erg zwaar voor je armen of voor je handen. Geen rare bewegingen. Als je ze allemaal hebt opgenomen, dan zet je de machine weg. Je trekt, je strekt aan je werkje. En vervolgens ga je het draadje van het eind, ga je met de klok mee. Dus niet tegen de klok in, want dan krijg je grote lussen. Met de klok mee ga je aantrekken. Je zorgt dat alle steken netjes gesorteerd zijn. En zo sluit je, de opening. Vervolgens neem je de naald waar je draad nog in zit. En die steek je onder dat rondje door. En dan, ja, ik doe dan een lusje om mijn naald op deze manier. Dan wordt het een knoopje. En daar duw ik de naald met de draad doorheen.
Je mag het sluiten op welke manier jij wil, maar ik vind deze sluiting met één knoopje heel makkelijk. Dan gaan we naar de andere kant. Die gaan we ook sluiten door aan de draad te trekken en dan ga je netjes even de steken dat ze netjes sluiten. Naald erin. En dan gaan we ook weer de ene naar de andere kant doorsteken. Lusje. En dan is die kant ook gesloten. Dan gaan we de witte kant naar binnen vouwen. Kijk, dan hebben we al een klein mutsje. En dan hebben we de naald nog aan de witte draad zitten. Die steken we ongeveer door het centrum, door allebei de lagen heen, naar ongeveer het centrum van de bovenkant. Dan gaan we die twee draden aan elkaar knopen. Stevig knoopje. Netjes een beetje modelleren. We hebben nog die pompon die we hebben gemaakt. Die moet er ook nog op natuurlijk. Daar hadden we twee draadjes aan laten zitten. Eentje die doen we in de naald. En die steken we weer door beide lagen naar de binnenkant. Kunnen we gewoon weer de draad uit de naald laten floepen. Dan zoek je de andere draad van die pompoen op. Die steek je ook in je naald. Kijk uit dat je die eerste draad niet uit het mutsje trekt. En dan vervolgens steek je die aan de overkant ook door beide lagen heen naar binnen. En als je ze dan binnen hebt, heb je binnen die twee witte draadjes zitten. En die knoop je heel simpel, ook weer heel stevig, met een paar knoopjes aan elkaar. Je knipt het af op een centimeter of twee. Je keert het weer de goede kant op. Dan heb je nog deze twee draden. Daarvan maken we een ophanglusje, zodat je hem aan de boom kan hangen. Of aan de deurknop, of aan de stoel, of aan de buurman zijn deurknop. Of... Nou, in ieder geval een lusje. En dan is hier je kerstversiering mutsje, die je ook als eierwarmer kan gebruiken voor de kerst. Klaar? Nou, als je dit een leuke tutorial vond of een leuke workshop vond, dan mag je hieronder een duimpje omhoog geven. Wil je geen van de gratis workshops missen, abonneer je dan op mijn kanaal Haak het met Miranda. En je kan je vorderingen laten zien op de Facebookpagina van Haak het met Miranda. Klop daar aan en ik laat je binnen. Ik maak haaktutorials en tutorials met de breimolens. Dus veel plezier en tot een volgende keer.